Ja, het wordt zo gevallen. Politie, hoe doen ze het? Want ja, we hebben die jongens natuurlijk wel nodig. Niet alleen op internet, maar ook op straat. En hoe doet de politie dat zelf nou? Nou, je zou verwachten dat de Nederlandse dienders, dat daar de IT goed op orde is. Nou, dat valt dus bar slecht tegen. Want ik heb deze twee boeken gelezen en ik vond het ontluisterend. En die zijn geschreven door een journalist en daar gaan we nu over praten. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Bart de Koning. Goed, Bart, nou welkom. De veiligheidsmythe is laatst uitgekomen. Ik kan het u aanraden. Het is eigenlijk niet de veiligheidsmythe, maar mythum. Er worden de 11 flink ontkracht. Dingen als mensen bestraffen voor drugsgebruik. Dat werkt allemaal niet. Serotonus werkt ook niet. Meer blauw op straat werkt ook niet. Wat wel werkt is meer rechercheurs erbij. Want daar hebben er heel weinig van. Nou, als je Pim zo ziet, dan denk ik van nou, daar hebben we inderdaad wel wat meer van nodig. Maar ik wil je vooral even spreken over Operatie Blauw. Het is een dun, zeer leesbaar boekje, maar het is ontluisterend. Want wat blijkt nou bij de Nederlandse politie? Er draaien ze iets van 850 verschillende applicaties die niet met elkaar spreken. En iedere keer als wat nieuws komt, zegt de korpschef, het is toch niks, doe maar niet. Nou, en dan gaan die verschillende regio's ook niet met elkaar samenwerken. Ondertussen liggen er iets van 700.000 zaken, waarvan maar slechts de helft opgelost wordt. Heeft u marktplaatsfraude, nou, daar word je al helemaal niet meer teruggebeld. Desalniettemin zijn we nummer 1 in tappen. Nou, dit boek is 2 jaar oud. Hoe is het in de tussentijd vergaan? Is het inmiddels een beetje opgelost bij de politie, nu het 1 regio wordt? Of is de IT nog steeds een ramp? Het was echt een totale ramp. Met ieder korps zijn eigen systemen die nauwelijks met elkaar konden communiceren. Dat is op een gegeven moment in 2009 ook helemaal plat gegaan in Noordoost-Nederland. Omdat ze zo slecht op elkaar afgestemd waren dat het hele systeem er gewoon mee ophield. Er waren ook te weinig servers. Dat is inmiddels wel opgelost. Ze kunnen inmiddels met elkaar communiceren via een systeem dat BVH heet. Ook wel bekend bij de politie als bijzonder veel handelingen. Want het is niet heel gebruiksvriendelijk. Wat is het officieel? De basisvoorziening handhaving. Zit er een agent in de zaal trouwens? Ah, een agent. Gebruikt hij ook de basis? Oh ja, nee, dat is Pim. Die heeft waarschijnlijk veel mooier spullen dan dat is het interne systeem. Dat is dus niet het hacken van andere computers. Maar dat is redelijk rampzalig. En dat komt ook voor een deel omdat die korpsen natuurlijk kleine koninkrijkjes waren die allemaal hun eigen afdeling IT hadden. En die gingen lekker hun eigen ding doen. En er kwam er steeds een blik consultants aan en werden het allemaal nog ingewikkelder. Verschrikkelijk. Maar nu het dus 1 nationale politie wordt. Wordt het beter? De bedoeling is dat het dan beter gaat worden. Maar dat is nu behoorlijk onduidelijk van hoe dat hangt een beetje. Van hoe gaan we het doen? Kijk, de baas van de Nederlandse politie, dat is Gerrit van der Kamp, die ligt op dit moment dwars. En dan heb je een groot probleem als minister. Want als de bonden zeggen van volgens ons wordt het niks, we gaan dwars liggen. Ik vind het een beetje onduidelijk. Ik geloof wel dat 1 nationaal korps beter werkt. Want dan heb je in ieder geval al die IT bij elkaar gevoegd en die inkoop. Want ze kochten ook allemaal hun eigen auto's in hun eigen papier, noem het op. Maar je weet ook uit ervaring dat reorganisaties bij de politie duren 3-4 jaar voordat dat allemaal weer draait. Dat is sowieso met grote fusies vaak. Voordat je de verbetering ziet, moet je eerst nog door een dal heen. Dus ik geloof wel dat het beter wordt, maar er gaan binnenkort heel veel bijzondere projecten bij de politie komen. Want al die commissarissen die straks overbodig worden, die moeten ook wat. Dus dat is een. Oh ja, natuurlijk. Want omdat als ze samengevoegd worden, een enorme stoelendans gaan. Ieder koninkje van elk koninkrijk. Oké. Okay. Ja. Desalniettemin hebben ze een enorme informatiehonger, lees ik hier. Ja. Zijn we nog steeds nummer 1 in het aftappen? Als je dat, dan roepen ze nog wel eens, in Italië is het erger. En dan zeggen ze, je houdt geen rekening met de NSA, dus de National Security Agency. Oh, ja, in Amerika. Die luisteren natuurlijk het meeste af. Alles. Die weten echt alles. Maar uit een recent onderzoek van het WODC, van het ministerie, blijkt dus dat we inderdaad echt best veel tappen. Ja, maar waarom? Het is historisch zo gegroeid. We hebben heel weinig recherche in Nederland. Er is net een heel mooi onderzoek gedaan. We hebben dus 5 landen vergeleken. Engeland, Duitsland, België en Denemarken. En dan blijkt dus dat Nederland verreweg de minste rechercheurs heeft van heel Europa. We zitten op 12,9% van alle mensen bij de politie zit bij de recherche. Tegen 30% overhead en management, om even de verhoudingen weer te geven. Oh, okay. En in Europa is het al vrij snel 17, 18, 19% recherche. Dus wij hikken altijd aan tegen een enorme gewoon een tekort. En daarom blijven al die zaken ook liggen? Daarom blijven er heel veel zaken liggen, ja.
Dat is... Je hebt een paar plaatjes meegenomen. Nu wil ik even laten zien. Even kijken hoor. Ja, ik vind dit is... Ja. Donner ontraadt internet. Dit was na die DigiNotar-affaire. Dit is mijn favoriete plaatje wat ik altijd laat zien. Toen ging Donner op zaterdagavond een soort paniekpersconferentie geven van DigiNotar is niet meer veilig. En toen zei hij van, werk niet meer met internet, werk net als ik met brieven en overschrijvingsbiljetten. En toen heb ik echt met mijn hoofd op de grond zitten bonken. Want ik ben ondernemer, ik moet via DigiD. Het kan helemaal niet anders. Het geeft mij geen veilig gevoel dat deze man verantwoordelijk is voor onze cybersecurity. Als je denkt dat je het met een brief kan oplossen. Hij was een keertje in Nieuwsport, misschien ook wel leuk om te vertellen. Toen zei hij van, oh, ik heb nu voor het eerst een computerapplicatie waar ik wat aan heb. Een iPad, precies juist de formaat om mijn A4'tjes op te leggen en te schrijven. Deze man is verantwoordelijk. Ja. Nou ja, goed. Dat is toch net als Hirsch Berlin, toen zijn bonnetjes bekend werden, bleek hij ook zelf met zijn eigen creditcard zijn beveiligingssoftware te kopen. Toen hij dan minister van Justitie was, zit hij thuis met zijn eigen creditcard. Nou, dan springen toch ook de tranen in je ogen. Nou, opsteld is dan toch een hele verademing. Wat hebben we hier? US outgunned in hacker war. Nou ja, omdat dat dus de belangrijke mensen bij de FBI ook gewoon hardop zeggen van we redden het niet, we hebben te weinig mensen. En om al die cybercrime zaken. Om dat allemaal bij te houden en wat er allemaal op je afkomt. En dan denk ik, ja, we hebben 60 goede mensen in Nederland zitten, maar ik weet niet of het genoeg is. Ja, in verhouding tot de US? In verhouding tot, ja, ik weet niet hoeveel zij er hebben zitten, maar het is zwaar. Oké. Nog een leuk plaatje. Heb ik heel bewust onleesbaar gemaakt, omdat dat heeft iets met privacy te maken. Dit is de club van gepensioneerde KLPD-medewerkers, van wie de site gehackt is. Dit zijn alle privégegevens, dus adres, bankrekening. Ik hoop dat het niet kan lezen. Klik hem gauw verder. Gepensioneerde politiemensen. Dit is een gelekte boek. Dat was dus een document. Ja, ik heb hem even weggeklikt, want straks kan toch iemand het even opschrijven. Dat is door een jochie van 17 gehackt en op internet gezet. En dat zijn dus oud-collega's van Pim. En die staan dus gewoon op internet met al hun persoonsgegevens. Wist je dat? Dat zal er inmiddels afgehaald zijn. Ja, dat wist je. Oké. Ja, ze zijn met pensioen. Dit is een draaiboek van de politie voor een grote alcoholcontrole, die dus ook in verkeerde handen terecht is gekomen, waarna ze dus die hele controle af hebben moeten blazen. Maar dat was fascinerend, het hele zootje was gewoon te lezen. Dan denk ik, ja, dat is dus een aankondiging van een actie waar honderden mensen aan meewerken. Maar hartstikke handig. Hartstikke handig. Even weten. Ja. Nou, tot slot nog eentje, telefoon oproepen. Dit vind ik een hele leuke. Op een gegeven moment was dit de meest gedownloade app van Nederland. De politie zoekt. Hè. Er is een boef ontsnapt en zijn tronie verschijnt op je iPhone. Maar als je dan dus, dan moet je al die onzin wegklikken van ja, ik ga akkoord met alle privacyvoorwaarden. En er staat dus bij dat deze applicatie de telefoonfunctie van het apparaat mag openen, telefoonnummer, het serienummer bepalen of een oproep actief is, het nummer waarmee de oproep is. Met andere woorden, de politie krijgt gewoon toegang in feite tot je telefoon. En het grappige is, wat ik echt fascinerend vind, is dat de PVV hier nota bene kamervragen over heeft gesteld. Ja. Die maken zich zorgen over waarop Teven opstelt een beetje vage antwoord teruggegeven hebben van ja, dat is niet de bedoeling, dat gaan we niet doen, maakt zich nou maar geen zorgen. Maar ja, dan vraag je wel, waarom zit het erin? En wat ik begrepen heb, is dat ze dit willen gebruiken omdat men ervan uitgaat dat de boeven zelf die app ook downloaden. Want dan kun je meteen zien van, hé, ze zoeken me. Ja. De gedachte is dan van dat je dan kan kijken van wie heeft er allemaal geklikt op dit plaatje. Okay, ja, dus maar ik vind dit heel ver gaan, omdat hier, dit zijn dus brave burgers die meewerken. En dat werd ook net aangegeven, we moeten het ook samen doen met de politie. Dan werk je mee, je downloadt zo'n app en als beloning zet je je hele telefoon open voor de politie. Ja, jongen. Ja, daar wil je wel een beetje cynisch van, maar ik vond het eigenlijk wel... heel verhelderend dat in je boek beschrijf je op een gegeven moment een moment bij jou in Amsterdam. Een fabriek gaat in de fik en binnen een kwartier staan alle diensten staan daar klaar met brandweer, groot materiaal uitgerukt en het werd meteen gecontroleerd. Communicatiepersoneel ervoor. Ja. Het werd gewoon echt heel goed opgelost. Om dat te doen, moeten die mensen continu klaarstaan. Ja. En als het goed is, doen ze 99% van de tijd niks. Ja. Dus iedere keer als er dan weer geroepen wordt van... Hey, moet je blauw op straat, moet je boeven vangen. Nee, een groot deel van de tijd staan ze zich voor te bereiden
wat er gaat gebeuren. Ja, dat is de ingebouwde redundancy, noemen ze dat. Hè? Ja. Gisteravond nog bij mij voor de deur, uitslaande brand bij de overbuur. Dan staat er net binnen 2 minuten 4 politieauto's, 3 brandweerwagens en 2 ambulances. Dus dat is heel indrukwekkend. Ja, en het C2000 ligt natuurlijk weer plat. Maar het probleem is wel met al dat blauw op straat, dat ze natuurlijk niet heel erg productief zijn in de zin van boeven vangen. En dat is natuurlijk het grote probleem, dat in Nederland de opheldingspercentages alweer dalende zijn. Oh, die zijn al laag internationaal en dalen ook. Er zijn weer een paar procent afgegaan de afgelopen jaren. Het gekke is dat niemand het daarover heeft. Ik bedoel, er is heel veel geld extra naar de politie gegaan. Veiligheid heeft heel erg hoog in het vaandel gestaan. De VVD is al een paar jaar aan de macht daar. Je zou verwachten, als er dan minder boeven gevangen worden, dan breekt de hel los. Maar ja. Iedereen vindt dit kennelijk prima. Ja. Nou ja, en laten we eerlijk zijn. We leven toch ook wel in een land wat eigenlijk wel heel goed op orde is. Het is veilig en ja, maar als het misgaat, als dat zijn zo dan. Is, vraag ik me af waarom er iedere week een nieuw persbericht uit het ministerie van Veiligheid en Justitie komt dat er nieuwe bevoegdheden nodig zijn. Bedoel, ja. Of je bent veilig of je bent niet veilig. Maar we hebben te veel de nadruk, vind ik, in Nederland op nieuwe bevoegdheden. Ja. Terwijl we te weinig kijken naar wat we al hebben, wat we al hebben en hoe slecht daar gebruik van wordt gemaakt. En dat is ook wat Pim net zei. Goed, ik zou zeggen, lees hem, de veiligheidsmythe. Zeer ontnuchterend, leerzaam, maar ik werd er eigenlijk ook weer een beetje vrolijk van. Hartelijk dank, Bart de Koning. Ja.